Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag diagonale ruiten haken, of corner to corner. Het moet deelbaar zijn door 7 en je begint gewoon met een opzetketting van lossen. Je maakt gewoon een lus zoals je dat gewend bent. En om het uit te leggen zullen we er nu 21 opzetten. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dus dat is deelbaar door 7. En om het begin te maken, plus 4. 1, 2, 3, 4. Dus in totaal 25. 1, 2, 3, 4. Je zet een stokje in de eerste of in de vierde steek, zodat je de eerste meetelt, eigenlijk als een lusje is het in dit geval. En dan daarna zet je nog 2 stokjes. Dan in de vierde losse zet je een vaste, of een halve vaste, sorry, halve vaste, dus je trekt de draad meteen door. Dan doe je weer 3 losse en dan weer in elke steek 1 stokje. Dan ga je weer naar de vierde steek, daar zet je een halve vaste. En dan weer 3 losse. En dan weer in elke steek een stokje. 3 stokjes. 2, 3. En dan weer zet je hem vast in de laatste, ja, 1, 2, 3, ja, de vierde, dus hij klopt. En dan pak je een ander kleurtje en dan is dit al de eerste toer. Dan pakken we even een ander kleurtje. En daarmee zetten we weer 3 lossen op. 1, 2, 3. Even goed de touwtjes aantrekken. En dan keer je het werk. Zo. Dan ga je in die derde stokje, daar zet je hem vast. Dus dan steek je in. En daar zet je hem vast. Dan maak je weer 3 lossen. En dan ga je in die lus hier 3 stokjes maken. 1. 2, 3. Dan ga je weer in het derde stokje. Even 2 lusjes pakken, dat is mooier. Zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan ga je weer 3 lossen maken. En dan zet je weer 3 stokjes in die lus. En dan zet je hem weer vast in het derde stokje. En dan gaan we de laatste, zeg maar, gaan we al het werk keren. Dus nu is het net of je hier één te weinig hebt, maar die komt, we moeten er nog 1, sorry. 1, 2, 3 lossen en dan weer 3 stokjes hier op de hoek. 1, in die lus, 2,
3. En dan gaan we nu het weer keren. En voordat we het gaan keren, maken we weer eventjes een ander kleurtje om het beter zichtbaar te maken. En dan pakken we weer wit. En het is handiger als we dus nu dus dit even vastknopen. Zo. En dan gaan we nu weer 3 lossen. En dan keren we het werk. Die 3 lossen, deze zetten we weer vast in het derde stokje. En dan zet je weer 3 lossen. En dan gaan we weer 3 stokjes in die lus maken. Dan zet je het werk weer vast in die derde stokje met een halve vaste. 3 lossen. En in die lus 3 stokjes. En je zet het werk vast op het derde stokje en weer 3 lossen en je gaat weer in deze lus 3 stokjes maken. En dan zetten we het werk hier weer eventjes vast in die laatste. En dan kan je het werk weer keren, een ander kleurtje pakken. En dit zijn de diagonale ruiten. Ik zal nog een ander kleurtje pakken, zodat we het verschil mooi zien met de kleurtjes. Deze knoop ik weer eventjes met een dubbel knoopje vast. En we maken weer 3 lossen, 1, 2, 3 en we keren het werk en op de derde stokje zetten we hem vast met een halve vaste en je doet weer 3 lossen en weer 3 stokjes in die lus. Je zet het werk weer vast met een halve vaste, 3 lossen en 3 stokjes. En je gaat weer in die derde. Zet je hem vast, 3 lossen. En 3 stokjes. En dan zet je deze weer op de hoek vast. En je kan weer wisselen met een ander kleurtje. En zo heb je de diagonale ruiten geleerd. Het is soms even oefenen en even kijken van ben je nu mee bezig. Maar als je een beetje los haakt en een beetje grote haaknaald, nummertje 6... dan is dit je resultaat van diagonale ruiten. Ik wil je wel vragen om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Iedereen kan haken en dan kan jij het ook leren. Dankjewel voor het kijken.